The true number will be when we weigh it as it goes across the scale and is sold. We work with a partner out of Germany. They do a lot of commodities, coal, iron ore, and scrap metal and things like that. And most of this metal will go to German steel mills. In principe is het schip zo geërodeerd dat je kan het bestaat eigenlijk niet meer. Het valt bijna uit elkaar. Dus je moet het eigenlijk als oud metaal moet je het uit de rivier halen. Maar het is ook gevaarlijk. Als stukken afbreken, kunnen ze in de vaargeul komen. Ze kunnen andere schepen kunnen ze beschadigen. Dus over niet al te lange tijd zou het toch eruit gehaald moeten worden. Dus je kan het beter nu doen.